Thomas Koen zit niet te verraden. Ja, dat merk je heel erg. Thomas Koen zit onder haar buik, zodat ze altijd poep ruikt. Oma heeft een vreemde kont. Het is echt niet normaal, ze heeft de vreemdste kont van ons allemaal. Haar kont zit niet achter, maar haar kont zit voor. Als je haar ziet, dan heb je dat gelijk wel door. Oma's kont zit niet onder haar rug. Ja, dat merk je heel erg. Oma's kont zit onder haar buik, zodat ze altijd poep ruikt. Oma heeft een vreemde kont. Het is echt niet normaal, ze heeft de vreemdste kont van ons allemaal. Haar kont zit niet achter, maar haar kont zit voor. Als je haar ziet, dan heb je dat gelijk wel door. Oma's kont zit niet onder haar rug. Ja, dat merk je heel erg. Oma's kont zit onder haar buik, zodat ze altijd poep ruikt. Als oma gaat poepen, dan staat je in de keuken. Haar twee dikke billen beginnen te trillen en te jeuken. Ze gaat dan voor de gootsteen staan en laat de turtles dan vrij gaan. Het is als smering, ja, het is heel goor, maar ja, oma's binnen zitten nu eenmaal voor. Oma's kont zit niet onder haar rug. Ja, dat merk je heel erg. Oma's kont zit onder haar buik, zodat ze altijd poep ruikt. Als oma gaat poepen, dan staat je in de keuken. Haar twee dikke billen beginnen te trillen en te jeuken. Ze gaat dan voor de gootsteen staan en laat de keutels dan vrij gaan. Het is zo smerig, ja, het is heel goor, maar ja, oma's binnen zitten nu eenmaal voor.